In april 2018 was ik op bezoek bij de afdeling informatiemanagement. Ze hadden grootse plannen en er kwamen termen voorbij als agile, wendbaar en scrum. Ik trap er vandaag af. Nou, dat ziet er heel erg wendbaar uit. Andrik, we spraken elkaar eerder en je had hele grootse plannen voor deze afdeling. Zijn ze verwezenlijkt? Vertel eens. Ja, leuk dat je er bent, Martijn. En inderdaad, we hebben heel veel willen doen aan de ontwikkeling van de teams als het gaat over de manier van werken. En er is sinds april ook heel veel gebeurd in de ontwikkeling van de teams. Daar ben ik heel blij mee. Zo zie je dat we nu werken in het ritme van Scrum. We werken met een sprint van 2 weken. We werken met daily stand-ups, planningsmeetings, reviews en ook retro's. Ja, je ziet dat er heel veel energie is en ook heel veel plezier in de teams. En de samenwerking met onze klanten in de business gaat dan ook steeds beter. Wat betreft nodig ik je uit om er naar te kijken vandaag. Nou, ik ga eens even de stappen doorlopen die jullie ook doen. We gaan het zien. Heel veel plezier. Zo. Stap 1. We gaan eens even kijken wat er hier gebeurt. Robin? Ja. Je zit hier met je hele team. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn hier als team samen met de product owner, dat is Brenda, zijn wij de komende sprint aan het inplannen. Brenda die geeft aan wat voor haar het allerbelangrijkste is. En wij als team, ontwikkelteam, bepalen vervolgens welke van deze punten in de komende sprint passen. En dat is eigenlijk de eerste stap van het hele Scrum-proces. Brenda, wat is jouw rol? Ik ben de product owner. En dat betekent dat ik eigenlijk bepaal wat het belangrijkste is om op te pakken. Dat zet ik ook netjes bovenaan de Sprint Ready backlog. En samen met het team kunnen we dan de belangrijkste dingen oppakken. Zodat wij voor de business het eerste maken wat het belangrijkste is en de meeste waarde toevoegt. We zijn bij stap 2, begreep ik. Maar wat houdt deze stap nou precies in? Stap 2 is de daily. De daily is een heel belangrijk onderdeel van Scrum. In de daily bespreken we dagelijks een kwartiertje de voortgang van de huidige sprint. Oké, en waarom is deze stap nou zo belangrijk dan? Deze stap is zo belangrijk omdat het ons met elkaar een goed beeld geeft van waar we staan in de sprint. Het geeft ons richting en we kunnen op tijd alle problemen signaleren. Wij gaan door naar stap 3. Nou, eens even kijken wat er hier aan de hand is. Stap 3, de review meeting. Vertel eens. Ja, de sprint review meeting. Daarin zitten we eigenlijk met het hele ontwikkelteam en de business product owner, eventueel key users, zitten we bij elkaar om de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt de afgelopen 2 weken in de sprint, om die te laten zien. Oké, en Ruud, waarom is dit voor jou zo belangrijk? Nou, het is voor mij belangrijk om te zien wat ze gemaakt hebben en hoe het dan uiteindelijk, wat we bedacht hebben, hoe het dan werkelijk op het scherm komt. Nou, klinkt allemaal heel spannend. Wij gaan door naar stap 4. Nou, ik kom in ieder geval wel aan mijn stappen vandaag. Stap 4, retrospectief. Vertel eens, waarom is dit zo belangrijk in het Scrum-proces? Nou, de retro is heel belangrijk omdat je terug gaat kijken als team over hoe het de afgelopen 2 weken ging. Dus je gaat kijken naar het persoonlijk vlak, hoe het ging. Dus niet hoe het met de techniek ging, maar hoe ging de samenwerking en wat kan daar beter aan. En dit doen jullie elke 2 weken met je team? Ja, dit doen we elke 2 weken aan het einde van de sprint. Marcel, jullie hebben het aardig op de rit. Wat is de volgende stap, de aankomende half jaar? Nou, dat wordt ook weer een mooie periode. Want aan de ene kant gaan we gewoon door met datgene wat we hebben in gang gezet. Dus op teamlevel verder verbeteren in het ritme wat we hebben. Daarnaast gaan we ook een nieuw aspect beetpakken en dat noemen we alignment. Alignment op inhoud en alignment op planning. De inhoud gaat heel erg over de strategie van BAM Infra. Hoe vertaalt zich dat nou naar uiteindelijk het werk wat mijn teams doen op al die applicaties die we voor BAM Infra hebben? Wil je over de teams heen ook bezig zijn met afstemming van afhankelijkheden, afstemming van planningen, zorgen dat die sprints met elkaar gelijk lopen. Nou, ook dat stukje alignment gaan we de komende maanden beetpakken. Nou, genoeg werk dus nog en blijven verbeteren. Absoluut. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Digitalisering, samenwerken en wendbaarheid. En dat allemaal op één BAM. Ik ben in ieder geval klaar voor de Scrum. Ja.